Goedendag lieve mensen, Mr. Sam van in de building. Wij zijn vandaag in Hilversum met de vraag. Stel je voor dat je aan het daten bent met een jonge dame over 2 maanden. En ze zegt tegen je na die 2 maanden, ik ben transgender. Wat zou je doen? Swish! Let's go! Hey man, bro. Nee, maar hey. Geen politieke goede antwoorden, bro. Eerlijk, eerlijk. Wat zou je daarvan vinden? Ik zeg je eerlijk, ik weet niet man, Zou je loesoe gaan? Of? Ik zou sowieso loesoe gaan, dat sowieso. Maar okay, ik zou er sowieso nog 1 pompen geven, bro. Bro. Hey, broer. 2 maanden met een man bij. Ja, 2 maanden, ja, bro. Nee, man. Jij, maar hoorde ik je nou net goed? Zou jij nog 1 keertje? Ja, broer. Jawel. Ja, broer, eentje. Okay. Maar nigga, give me some. Weet je wat ik te gaar zeg? Kanker kahba. Ik zeg te gaar, ga maar weg. Ja, raar nog een keer, wat zei je? Ik zeg, ik ga te gaar zeggen, ga weg. Ja, maar wat zei je daarvoor? Noer. Blijf toch? Oké. Hij zei kanker kahba. Of hoe je dat ook zegt. Ik zou haar aan mijn andere vriend geven. Ik zou mijn andere vriend geven. Oké. Okay. Wat? Ja, wat zou je doen? Wat zou je doen? Well, ik zou haar skotten, man. Jij zou alsnog knallen. Ja, tuurlijk, waarom niet? Hij houdt van een lul, daarom transgender. Ze is transgender. Weet je wat het is, bro? Een vrouw die. Nee, die geen vrouw wilt zijn. Ja, dat. Hij heeft een lul dan. Stagvolle, hé. En jij gaat het lekker neuken. Tuurlijk, die ben je wel ziek in je hoofd of zo. Hij vindt het lekker. Oh, geweldig. Deze lilletje gaat al omhoog. Deze man, hij kijkt zo droog aan zijn kop. Ja, jij. In de war, bro. Weet je wat ik doe? Ik gooi haar uit de winkel. Ik zeg tegen haar, kanker, kahba, ga uit deze kankerwinkel. En nooit meer met me praten. Ik ga haar blokkeren. Ik ga haar zo uit die kankerwinkel schoppen. Hoe oud is deze kerel? Hoe oud ben jij? Hij is 14. 14, man. Hoe oud ben jij? Ik ben 27, bro, maar... Dingen vasthouden? Ja, mag ik ook... Hoe oud ben jij? Nee, wat zou jij dan doen? Wat ik zou doen? Jij zou met haar in de wc gaan. Maar eerlijk, wat zou jij doen? Hoezo word ik hier gedist, bro? Bro, die camera schijnt niet eens op jou. Ja, oké. Het was een dame, hè, zei je? Het was een dame. Gewoon een dame. Ja. En die is nu opeens transgender. Ja, dat moet ze zelf weten natuurlijk. Maar misschien ben ik een beetje ouderwets. Het is niet mijn smaak of zo. Nee. Dus dan houdt het verhaal voor mij een beetje op. Maar verder prima. Hoe zou je je voelen? Kut. Alleen kut? Ja, man. Hoe zou je reageren? Ja, waarschijnlijk zo. Dit is echt de meest droge reactie die ik in mijn leven gezien heb. Ja, gewoon. Je zal echt niet flippen? Nee, man. Nee. Maar you give a fuck? Waarom zou ik flippen? Je bent al 2 maanden al aan het daten en... Ja, maar is het toch kut? Voel je niet bedrogen dan? Ja, is toch kut? Ja. Stel je voor dat jij met een jonge man aan het daten bent. En jullie zijn al 2 maanden al lekker met elkaar bezig. En jullie gaan als het ware de actie uitvoeren. Okay, en je komt erachter dat hij transgender is. Oké. Okay. Hoe zou je daarop reageren? Oké, first of all, ik date meisjes. Maar stel, het zou mij overkomen en het meisje blijkt trans te zijn. Yeah. Voor mij is dat geen issue. Dat is geen belangrijkste factor in het zijn in het verliefd zijn of in het daten. Absoluut niet. Okay. Transgender, being part of the LGBTQ community, er hoort geen shame bij. Absoluut niet. Iedereen is wie die is. Okay, identiteitsvorming is iets ingewikkelds, maar het moet gerespecteerd worden. Absoluut. Ja. Oh. Ja. Wow. Niemand heeft het nog nooit zo goed betaald, voor mij zo gezegd. Nou, ik vind dat wel een beetje raar, want dat hoor je gewoon gelijk te zeggen, toch? Ik zou het echt een no-go vinden. Nee. Maar bedoel je dan dat die man een jongen is? Of? Ja. Die man zeg maar vrouw is. Wordt. Nee. Die vrouw wordt. Nee, is. Stiekem. Ja. Stiekem een vrouw is. Oké, nee. Nee, ik zou het klaarmaken. Ja? Ja. Ja? Ja. Oké. Um,
I think it's okay. I'm you like, won't mind at all? No. You won't find it deceiving? No, I think it depends on your sexuality, so... Like, imagine you're straight and you thought he was straight. Well, I'm not straight, I can't imagine that okay. I'm straight. You're a lesbian? No, I'm pan. I'm pansexual. Oh, you're a bisexual. You're a bisexual. Pansexual. Pan. What does that, can you explain to me what that means? It's when you like all generous. Oh, okay. Oh, is that also a... Oh, I didn't know that. Okay, I learned something. Huh?